origami surprisebox maken. Dan moet je toch niet meepraten, dat weet je toch helemaal niet. Welkom bij een nieuwe video. Welkom bij een nieuwe video. Go, 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 go. Nou, dames en heren. Hierbij begin ik mijn nieuwe vlog. Start ik mijn nieuwe vlog. Ik start mijn vlog iets later dan normaal, omdat ik boodschappen ging halen en ik moest van alles. Oké, jullie hoorden mij niet, maar ik ging even boodschappen halen en al die dingen. Maar omdat de tijden ook zijn aangepast en zo, dan sluiten we de winkels ook eerder. En er zijn ook heel veel rijen bij elke winkel, dus je moet gewoon wachten. En ik dacht, ja, ik ga niet lopen vloggen of iets, want ik heb zelf ook stress. En hoe ga ik met tassen in mijn handen filmen? Dus ja, ik ben nu even mijn avondeten aan het maken. Ik ga sla met aardappeltjes en rijst en kipsnitzel volgens mij eten. Ik weet niet of jullie maar goed kunnen zien, maar het is echt overlicht hier door de zon. Maar wat ik heb gehaald is, deze mandjes gehaald bij de Action. Ze kosten, dus deze grote kostte €1,50. Dus ik heb nog eentje in het wit en nog één in het grijs. En die kleintjes kosten €1, toch? Ja. Deze kost €1,50, deze kost €1. Ik heb nog voor mijn ideeën heb ik ook een schrift gehaald. Dus dan kan ik mijn ideeën hierin schrijven wat ik wil gaan doen met mijn YouTube kanaal. Dus ik vond het een leuke schrift. Dus dit heb ik allemaal bij de Action gehaald. Verder heb ik ook nog, omdat ik knutsel met een andere collega van mij, kan ik thuis bijvoorbeeld oefenen met de knutsels van de week daarop. En dan kan ik het alvast thuis maken. Ook voor decoratie, omdat we geen budget hebben, knutselen we ook altijd onze eigen achtergronddecoratie. Een goed voorbeeld is, we hadden een bij, we gingen een bij maken. Want 20 mei was Wereldbijendag. En toen hadden we bijen gemaakt en zo'n bijenkorf. En die hadden we dan als achtergrond gebruikt. Dus de gekleurde papieren ga ik dan gebruiken als decoratiemateriaal. Dus voor de volgende knutsel gaan we een origami melkbak maken. Een surprise box bedoel ik. We noemen het een surprise box omdat het dan beter aanstaat bij de kijkers. En het klinkt ook leuker dan een melkbak. Daarvoor moet ik ook achtergrond decoratie maken. Dus samen heb ik dit ook gekocht. We gaan een panda maken. Dus ik ga gewoon een panda maken. Bamboe en zo met het groene papier. Zodat we gewoon een beetje achtergrond hebben. Verder in die... Oh, heb ik dat wel bij me? Ja. Oh ja, ik kan het laten zien. Maar hij zit echt raar in de staart. Maar ja. We gaan dit maken. Deze, een panda, een surprise box. Een surprise box. Dus deze gaan we maken. En ik zet jullie even hier. Nee. Ik ben echt overbelicht door de zon. Maar omdat we willen laten zien dat het een surprise box is, gaan we gebruik maken van snoep. Dus... ga ik het erin maken. Dus bijvoorbeeld dit. Kan je dan als je een tractatie op school wilt geven. Maak je de origami
Surprisebox maak je dan open. Zet je er snoep in. Zet je hier snoep in. En dan maak je hem dicht. Of je kan het dichtnieten. Of een stickertje eroverheen zetten. En dan kan je bijvoorbeeld dit geven als een tractatiebox of zo. Tractatie. Cadeautje voor op school. Voor kinderen die het graag willen geven. Dus dat is echt leuk. Ik heb ook eentje in het roze. Ook eentje in het roze. Die gaan we dan gebruiken als decoratie. Dus dat. Wat ik nu ga doen is... ik ga even opruimen. Mijn kamer en zo. En ik ga ook die mandjes gebruiken. Voor mijn onderbroeken. Of BH's of sokken. Ga ik even kijken hoe ik dat allemaal ga doen. Want ik had het echt nodig. Ik zie jullie zo weer wanneer ik mijn kast een beetje heb opgeruimd. En mijn kamer ook. Want daar had ik niet echt tijd voor. Want ik vandaag ook mijn eigen... ik moest de badkamer schoonmaken. Dat moest ook echt gebeuren. Dus dat. Oké. Morgen gaan we opnemen voor mijn online knutselmiddag. Die ik organiseer met Romy. Ik ben nu bezig met de voorbereiding. Wat ik nu heb gemaakt zijn bamboe stokjes. Bamboe volgens mij. Ik denk dat het stokjes zijn, maar... Oh my god, zo. Ik ga zelf bamboe stengels heten. Kijk. Super leuk. Echt super leuk. Er moeten nog wel blaadjes aan, maar die maak ik zo. Dit is echt mislukt, maar... Never mind. Dus morgen ga ik jullie meenemen hoe de voorbereiding gaat. Hoe we dit elke week eigenlijk doen. Qua voorbereiding, qua hoe we dingen klaarzetten. Het geluid checken, het beeld checken, de decoratie klaarzetten. Goedemorgen, het is vandaag 24 mei. En we zijn bezig met de voorbereidingen van de origamische prijsbox knutsel. En Gabi is al bezig met de voorbereidingen, het instellen van de camera, het decor opbouwen. Dus laten we even gaan kijken wat ze aan het doen is. Zo, Gabi is lekker bezig. Camera aan het instellen. Ja, ja. Ze heeft allemaal decoratie gemaakt. Bamboe, bamboe. Een panda. Oh, zijn bamboe valt bijna ervan af. Oh jee. En dit worden de knutseltjes. Heeft Gabi ook allemaal gemaakt. Nou, heb je er zin in? Ik ben nu een naamplaatje voor Gabi aan het knippen. Want vandaag is Gabi de ster van de dag. Nou, Gabi is er klaar voor. We hebben een naambordje. Gabi. Vandaag gaan we een origamische prijsbox maken. En daarom heb ik voor jullie vandaag een special guest uitgenodigd. Namelijk, tromgeroffel, Gabi! Leuk hoor. 2, 1. Hoi iedereen! Oké, nou Gabi, vandaag gaan wij een origami surprisebox maken. Dan moet je toch niet mee praten, dat weet je toch helemaal niet. Wat is een origami surprisebox? Nee, wat is een origami grapje? Nee, je moet zeggen, wat is niet een origami? Oh, wat is origami? Oh, wat is origami? Oké, wat leuk. Wat betekent origami eigenlijk? Dat is de tekst, ja. Lines. Ja. Nou Gabi, vandaag gaan we een origami surprisebox maken. Oh, wat leuk. Wat is origami? Zo, oh my god. Oké, zeg maar gewoon, begin maar gewoon. Wat betekent een origami? Oh nee, wacht. Oh, wat leuk. Wat betekent een origami? Wat, oh,
wat betekent? You want. Oh my god! Okay, jou wat mee, spullen meegenomen. Ik heb namelijk voor jou een naamplaatje. En daarbij gelijk de benodigdheden. We hebben een stuk wit papier nodig om te vouwen. Daarvoor hebben we ook een schaar nodig. Een lijn. Zwart papier. Zwart papier. Oh, dit. Voor het vouwen alleen hebben we alleen een stuk papier nodig. Een potlood. Voor het vouwen alleen hebben we... Wacht, er zit hier iets anders. We moesten... Oh nee. Sorry, Katty. En een klein beetje lijm. Look at this. Somebody come look at this. Dan gaan we... Look at this. Kijk niet zo. Ja, dan moet ik zo kijken. Oh, ja, maar ik wil ook meedoen gewoon. Oké. Ja. Snoopies! Dan zijn we nu klaar met het vouwen van onze surprisebox. Zo, dat was moeilijker dan verwacht. Wat was de quiz? Oh my god! Dat was... Zo, dat was moeilijker dan... Nee, laat maar. Oké, knip. Het is me wel gelukt. En ik hoop dat het jullie ook gelukt is. Ik weet zeker. Oh, ik weet zeker dat het jullie ook gelukt is. Ja, hoor. Klaar zo? Nee, opnieuw. Als je de surprisebox hebt gevouwen, gaan we hem versieren. Zoals jullie bij mijn surprisebox hebben gezien, heb ik een panda gemaakt. Ga jij ook een panda maken? Ja. Een roze panda. Ja, een roze panda. Oké. Wat wij dan nodig hebben is nog een stuk wit papier. Thank you. We hebben nu beide een wit papier en we gaan hier als eerste oortjes uittekenen. Net als die ik hier heb gemaakt. Hiervoor gaan we met een zwarte stift twee cirkeltjes tekenen op het witte papier. Oh my god! Dit is doen zijn ogen. Maak ik meer? Ja, maar wat teken jij dan? Zijn oor. Ja, ik teken zijn ogen. Maar ik heb toch net gezegd, wat teken dat? Ik moet luisteren, Kat. Opnieuw! Ik maak ook een keer een video met Gabi. En als je dan, net als ons, een cirkeltje hebt getekend, gaan we deze uitknippen. Als je deze hebt uitgeknipt, krijg je twee rondjes. En omdat wij geen zwart papier hebben, gaan we deze helemaal zwart kleuren. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hij viel uit nadat ik wat had gezegd, toch? Echt, ja. Zijn oogjes maken. De kant waar het papier open kan, gaan we gebruiken en dan gaan we één cirkel tekenen. Nu hebben we weer twee witte rondjes en deze gaan we weer zwart kleuren. En voordat we deze gaan opplakken, gaan we weer een kleine cirkel maken op het witte papier om ze pupillen te maken. Deze moeten kleiner zijn dan je oog natuurlijk. Dus we tekenen een klein cirkeltje. Ik ben al klaar hoor. Oh. Oh. Oh shit. Weet je? Ghetto. Nu hebben we twee pupillen. En wat we dan gaan doen is een klein zwart stipje in het midden van zijn oog maken. Oh, dat is eigenlijk zijn pupil, hè? Oh ja, zijn oog. Nee. Zijn oogbal. En dat is een pupil. Ben ik dan? Sorry mensen. Als je dit hebt gedaan,
Dan gaan we ze plakken op onze zwarte ogen. Als je dat hebt... Oh my god! Ik zit me kapot! Als je dat hebt gedaan, dan krijg je dit. En die gaan we hier aan de voorkant plakken. Nu hebben we onze ogen geplakt. En dan kunnen we nu zijn gezichtje afmaken met een neusje, een mond en eventueel wat sproetjes. En als je dat hebt gedaan, dan is onze surprise box af. We hebben nu allemaal snoep. Yay! Hoe we die erin gaan stoppen, is aan de bovenkant kunnen we onze surprise box openvouwen. Wees hier voorzichtig mee, want je wilt niet dat je surprise box uit zijn vorm raakt. En als je alle snoep erin hebt gestopt, dan vouw je hem weer dicht. Wat ook heel leuk is, is als je jarig bent en je moet trakteren op school, is het natuurlijk superleuk om ook zo een surprise box te geven. Want je kan namelijk allemaal verschillende dieren maken. Je kan namelijk een kat maken. Wat noem je dit? We hebben er maar twee, dus. Oh. De rest is allemaal panda. Oh. Zo kan je bijvoorbeeld een kat maken. Of een blauwe beer. Een blauwe beer. Oh, of een blauwe beer. Oh. Ja, er moet nog een punt. Oh. Geen komma. Natuurlijk ben ik heel erg benieuwd naar jullie surprisebox. En stuur je foto naar Bubblegum Entertainment, zodat wij kunnen kijken hoe mooi jullie geknutseld hebben. En doe mee met de Don't Rush Challenge. Ja, klaar. Perfect. Yay. Don't Rush. TikTok. Hoi lovely kijkers, ik ging even een dutje doen. Ik ben al thuis, want ik was echt moe. Ik was echt moe. Ik ga even koken. Ik ga echt, denk ik, echt mijn haar gewoon knippen, jongens. Ik ben het helemaal zat. Ik moet mijn haar wassen. Soms gebeurt dit omdat ik dan te veel producten in mijn haar heb. Maar morgen als ik mijn haar ga wassen, ga ik weer mijn puntjes knippen. Ja, ga ik echt weer mijn puntjes knippen, want dit kan echt niet. Mijn haar is gewoon goed aan het herstellen. Is als mijn haar echt nog erger dan dit. Is als mijn haar echt nog erger dan dit. Besef, maar kijk, je ziet dit. Gewoon, die kunnen niet komen. Jammer. Dus echt in de zomer, voor de zomer wil ik echt dat mijn haar gewoon weer gewoon goed is. En ja, ik weet niet of ik het weer blond ga doen. Ik weet niet, ik twijfel heel erg op mijn eigen haarkleur is dit. Het is donkerbruin. Donkerbruin, zwart is. Maar ja. Ik zie jullie zo meteen. Ik wil echt koekjes maken. Oh mijn god. Ik ga die Red Velvet. Sorry. Die Red Velvet ga ik morgen maken. Moet wel, want die producten gaan over de datum. Die slag van mijn zoon die ik moet gebruiken. Dus morgen ga ik die Red Velvet maken. Maar ik heb zo zin. Koekjes. Dus ik denk dat ik zo meteen koekjes ga maken. Coronavirus! Voor in de avond. Met melk of zo. Shit is real! En dan ga ik morgen dan die Red Velvet cake maken. En dan. Ja, morgen kan ik dan die Red Velvet cake maken. Of ik maak morgen ook die koekjes, ik weet niet. Dus ik ga deze video wel gelijk editen. En die van daarvoor, dat is op deze gewoon. So, let's go!
Yeah. Want ik kom really uit die ghetto, waar ik moest rennen voor die pesos. My.